je ne suis pas fou, fou, fou. Alsof Frans nog niet moeilijk genoeg is. Drie brugklassen van het Carolus Clusius College krijgen er ook nog eens gebarentaal bij. Vanwaar de gebaren? Een soort gebarentaal waarbij de leerlingen op een natuurlijke manier de Franse taal leren. Dus zoals kinderen hun moedertaal leren, van jongs af aan door ernaar te luisteren en dat na te doen, zo doen wij dat ook met Frans, alleen gebruiken we daarbij gebaren. Dus je hebt voor ieder woord een afzonderlijk gebaar die de kinderen leren bij het woord, waardoor het woord beter blijft hangen. Le. En jij hebt les volgens de nieuwe methode, Frans. Ja. Hoe gaat dat? Nou, het gaat wel goed. En dan moeten we allemaal gebaren doen. Bijvoorbeeld zoals ik deed, je m'appelle. En dan Alex Verhoogd, dat is mijn naam. En dan kun je iemand met gebaren duidelijk maken wat je dan bedoelt. Tourne la page bon. En vind je het niet raar dat je allemaal in de klas gebarentaal zit te doen? Nou, een soort, ja, wel een beetje, maar het is wel leuk. Bonne, écrit, copie. Coche. Dat zijn allemaal woorden die jullie geleerd hebben? Ja. Ja. En is het moeilijk om het te onthouden? Nou, valt wel mee, want je herhaalt heel veel in de les. Oh, no! Je. Dois. Aller. Toilet. En wat zijn de resultaten tot nu toe? Nou, in ieder geval heel enthousiaste kinderen die niet bang zijn om in het Frans te praten en ons ook gewoon in het Frans vragen stellen, ook als we op de gang lopen bijvoorbeeld. En verder kunnen ze en durven ze heel veel.